Reeds jaren had mij het denkbeeld voor ogen gezweefd om een grote landbezitting te kopen. Om daarop de tweede helft van mijn leven geheel of gedeeltelijk door te brengen. Jan Herman van Heek werd geboren in 1873. Als zoon van een textielfabrikant stond zijn toekomst vast. Samen met zijn vader leidde hij het bedrijf Van Heek en Zonen in Enschede. In 1912 kocht hij Huis Berg, inclusief 1400 hectare bossen en landerijen. Die aankoop weerspiegelde de interesse van de zakenman Van Heek in natuur en cultuur. Huis Berg was het buitenverblijf van industrieel Jan Herman van Heek. Zoon Godert, nu 83 jaar, herinnert zich zijn vader als een bescheiden man. Wij vinden een textielbaronbenaming niet zo leuk. Want dat heeft een beetje te maken met van die het breed heeft, laat het breed hangen. En een beetje poeha misschien. Dat willen we niet. En je hebt, dat is eigenlijk een beetje een negatieve uitspraak, een baron. In het jaar dat Jan Herman van Heek Huis Berg kocht, ontmoette hij ook zijn vrouw. Samen kregen ze 6 kinderen. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog woonde het gezin in Enschede, vlakbij de fabriek. Met kerst, Pasen en in de maand augustus verbleef de familie op het kasteel in Zeerenberg. Het was een Twentenaar en hij was van nature enigszins bescheiden en sober. Het was geen feestneus. Het was geen Bourgondisch type. Hij was dus wat introvert, maar hij kon wel van het leven genieten. En ook van een goed glas wijn. Hij was bijna 50 jaar ouder dan ik. Ik kende hem niet als jongere vader, maar als wat oudere vader. Zakenman Jan Herman van Heek had oog voor cultuur. Hij kocht Huis Berg in een verwaarloosde staat. Het kasteel had jarenlang leeggestaan. Onder zijn leiding werd het gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt. Dat heeft ons altijd geïntrigeerd. Hoe kun je dat verenigen, dat hij een textielfabrikant was en dat hij dus zakelijk opgevoed was en zakelijk dacht. Maar hij heeft toch dat idealisme voor ogen gehad, steeds meer, om hier wat tot stand te brengen. En hij heeft hier een hele hoop werk verzet om dit op orde te krijgen. Maar dat heeft hem ook geweldig veel voldoening gegeven. Ik beschouw dit als een belangrijke stap in mijn leven. Ten slotte heb ik de knoop doorgehakt en de verzameling aan 195.000 gulden overgenomen, waarmede zij voor ons land behouden blijft. Jan Herman van Heek deed in 1919 een belangrijke kunstaankoop. 7 jaar eerder werd de basis voor een collectie gelegd. Nou, hij kocht het kasteel eigenlijk zonder inhoud. En toen ontdekten ze in de archieftoren, ergens op de tweede verdieping of de zolder, nog een aantal opgerolde rollen. En toen zijn ze gaan kijken wat het was. En dat bleek een Habsburg-portret te zijn. Ik denk dat je kunt zeggen dat dat een verborgen schat was. Deze vondst vormde het begin voor het verzamelen van een bijzondere kunstcollectie door Jan Herman van Heek. De grootste slag die hij heeft geslagen, dat is dat de collectie Mengelberg uit Utrecht, dat die op de veiling kwam. En hij was eigenlijk
heel erg beducht dat de kunstschatten uit Nederland en uit Europa verkocht zouden worden naar rijke Amerikanen, naar Amerika zouden verhuizen, terwijl het toch een Europees cultuurgoed is. En zo is hij eigenlijk stap voor stap verder gegaan. En dat heeft hij ook allemaal een mooie plaats gegeven hier in het kasteel. In een vroege morgen van woensdag 15 maart bereikte ons telefonisch het bericht dat Huis Berg in de afgelopen nacht was afgebrand. Een brand, ontstaan op de zolders van het kasteel, verwoestte een groot deel van Huis Berg. De meeste kunstwerken konden gelukkig uit de Vlammenzee gered worden. Op het moment van de brand bevond Van Heek zich in het buitenland. Die ouders die waren in Lugano. En daar kwam dat desastreuze bericht van dat het kasteel is verbrand. In maart 1939. En dat was natuurlijk een schok. Ja, toen heeft hij toch een telegram teruggestuurd van zal trachten herstel. En dat zal trachten herstel, dat duidt op zijn wilskracht en zijn doorzettingsvermogen om dat dan weer opnieuw op te bouwen, terwijl het voor driekwart helemaal verwoest was. Slechts de muren en de vierkante toren stonden nog overeind. Toch besloot Van Heek om het kasteel te restaureren. Hij bracht het terug in de oorspronkelijke middeleeuwse staat. Latere toevoegingen verdwenen, zoals de witte pleisterlaag op de voorgevel. Van Heek maakte er weer een robuuste ridderburcht van. Een droomkasteel. Als wij hier nog plezier wilden hebben, terwijl het kasteel nog niet bewoonbaar was, daarvoor hebben we de platte archieftoren achter mij bewoond. En dat was eigenlijk heel leuk en knus. Dat hebben we dus gedaan in de zomervakantie van 1939 en de kerstmis enzovoort en in 1940. En in 1941, in de herfst, zijn we weer, toen het kasteel klaar was, hierheen terug verhuisd uit die knusse toren. Maar we hebben in het grote kasteel natuurlijk ook wel heel veel plezier gehad. Wij voetbalden in de hal of in een van de gangen. En gelukkig is dat altijd goed gegaan met de kunstproducten die daar hingen of stonden. Maar we hebben natuurlijk toch hele leuke herinneringen aan het grote oude kasteel. Alleen daarbovenin, in die zolders die toen allemaal aaneengebouwd waren, dat vonden we wel eens een beetje eng. Daar waren geloof ik vleermuizen en misschien ook wel muizen. Verder was het een groot avontuur, dat zeker. Jan Herman van Heek was gehuwd met Anna van Wulf de Palte. Zij was 18 jaar jonger dan haar man. De rol van moeder was heel belangrijk, want die zorgde voor de inrichting. Ik geloof dat ze onder andere meubels in Londen hebben gekocht. Engelse meubels. En ja, zij moest zorgen voor de sfeer en de gezelligheid. Dat kon zij natuurlijk veel beter dan vader. En verder moest ze natuurlijk ook wel ontvangen de gasten die vader had uitgenodigd of die vader kwamen bezoeken. Ik geloof in de jaren 20 is prins Hendrik hier geweest. En later is prinses Emma, of koningin Emma, toen Wilhelmina allang koningin van Nederland was, is Emma ook met haar kleindochter Juliana hier geweest. Tekenen was een liefhebberij van Van Heek. Waar hij ook was, thuis of op reis, maakte hij schetsen in Oost-Indische inkt. Er zijn 92 schetsboeken. En het kon zijn dat hij dan op een gegeven moment in een bepaald gezelschap zei van, god, dit is nou interessant, dat ga ik tekenen. En dat het gezelschap dan eigenlijk maar moest wachten
of doorlopen en dan hem later oppikken. Dat leek dan een beetje egoïstisch, want dat deed hij gewoon. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog betrok Jan Herman van Heek Huisberg permanent. Tot zijn dood in 1957 bleef hij wonen op het kasteel. Tot op het laatste moment omringd door kunst. Vader was een beetje bang dat het uiteen zou vallen over 6 kinderen. En dat had hij vaak gezien en dat was een schrikbeeld voor hem. Dat wilde hij niet. En toen heeft hij aan de kinderen uitgelegd dat hij er een stichting van wilde maken. De kinderen zeiden in het algemeen, wat vader zegt is wel gedaan. Dat wil zeggen dus eigenlijk dat wij dat wel accepteerden. Ja, vader heeft de zilveren anjer gekregen. Dat was een hele mooie nieuwe onderscheiding. Prins Bernhard die hem die zilveren anje onderscheiding gaf, die zei daarbij, meneer Van Heek, u kon het doen, maar u deed het ook.